Ja, Alexander Klupping zit aan tafel, altijd goed nieuws. En we hebben het over de allerjongste rage in de wonderenwereld van de games. Het spel StarCraft wordt, nu ook in Nederland, steeds massaler bekeken in cafés en kantines. Op een levensgroot scherm kijk je naar wedstrijden tussen topspelers die op dat moment ergens op de wereld worden gespeeld. Een sfeer als bij een wedstrijd van Oranje. Aan tafel Alexander, fan Niels Hoogendoorn en organisator van de Dutch StarCraft League is Frank van Kaspel. Zo is het. Ik begin even met jou, want jij tipte ons. Je zegt, er is iets nieuws aan de gang. Er is iets raars aan de gang. Jongens, mannen komen samen in cafés, bestellen een biertje alsof het Nederlands elftal gaat spelen, kijken naar een groot scherm, de televisie namelijk, en zien dan een Warcraft-wedstrijd die in het buitenland op dat moment wordt gespeeld. Ja, het is een reeks spelletjes die heel strategisch zijn. Het is een soort schaken, maar dan on steroids, heel veel complexer dan dat. En als je als leek ernaar kijkt, is het een enorme chaos van complexiteit en kleurtjes. Maar het is zoals bij voetbal, als je de regels een beetje leert kennen, dan is het ook heel leuk om naar te kijken. En kijken naar games, dat is een van de dingen die in de laatste jaren heel erg zijn opgekomen. Dus vorige maand waren de Europese kampioenschappen van een spel, van StarCraft 2. Er zijn heel veel verschillende. Je hebt League of Legends, Dota 2. Maar vorige maand was daar de Europese finale van. Daar kijken dus 2 miljoen mensen naar. Dat wordt live gestreamd op internet. En mensen volgen dat inderdaad in de kroeg of thuis. En dat is met professioneel commentaar, met voor- en nabeschouwing. En dat zijn hele serieuze wedstrijden waar je niet aan meespeelt voor de helderheid, maar waar je gewoon naar kijkt als bystander. Ja. Dat is zo bijzonder, vind ik. Ik vind het heel cool. Dat gebeurde laatst, Frank, in Utrecht. De winkel van Sinkel is een groot café, dat ken ik toevallig. Grand Café. En daar gebeurt het onder andere. Daar wordt het volst. Om naar zo'n wedstrijd te kijken die op dat moment in Azië gespeeld wordt. Precies, ja, of waar dan ook op aarde. Meestal Amerika bijvoorbeeld. En het wordt zo groot dat ze nu zelfs relokeren naar een grotere locatie, hal 16 volgens mij. En 4 november kan iedereen er weer heen, want dan is er weer een uitvoering. Ja. Dan is er een toernooi.